dat gooi bij mij. Meneer Brugman, vandaag geen Engelse les, maar een dagje politie. Ja, precies. En wat een locatie heb je uitgezocht? Nou ja, ik heb er in ieder geval mooi weer bij. Maar wij staan hier in Den Haag, bij de Kloosterkerk om heel precies te zijn, aan de Kneuterdijk. Ja goed, ik ben in het dagelijks leven inderdaad docent Engels, maar daarnaast ook politievrijwilliger, al 15 jaar. Ja, toen een uitvraag kwam om hier vandaag dienst te mogen doen, heb ik daar volmondig ja op gezegd. Maar dat is vrijwillig. Het is vrijwillig, dat klopt. Er is geen rode cent voor. Dat wel, is eigenlijk vergelijkbaar met de vrijwillige brandweer. Oh. Ja, dus de vrijwillige politie is eigenlijk, het is geen betaalde baan. Je krijgt wel een onkostenvergoeding voor. Maar het is vooral voor mij een hele goede invulling voor mijn vrije tijd. Om dan wat voor de maatschappij terug te kunnen doen, ja, dat is natuurlijk geweldig. Maar ook een mooie training, want je moet op andere dingen letten dan in de gemeente Losser. Dat klopt, dat klopt. En ik zeg gekscherend soms wel dat ik in de klas ook wel eens politieagentje speel. Dat doe ik dan hier ook. Maar ja, het is inderdaad toch wel wat anders. En dat is misschien ook jou wel het leuke. Ik breng ervaring van mijn burgerleven weer bij de politie binnen en andersom. Dus nou ja, dat is win-win.
Dames, wat een mooi plekje hebben jullie veroverd. Ja, Domnes, hè? Nou, ja, wij ook. Pole position, mooi bij de bocht. Ja, we kunnen hier dubbel zien, hopen wij vanmiddag. En het hotel waar jullie sliepen is vlakbij, dat is ja, super gaaf natuurlijk, hè? Een prachtig hotel. Maar jullie zijn hier niet voor het eerst? Eigenlijk wel. Oh! Ja, we hebben altijd thuis van de tv gekeken, altijd naar de hoedjes. Maar we zijn vandaag voor het eerst hier. Oh, echt waar? Ik dacht dat jullie vaker kwamen. Nee, de eerste keer. Oké, maar wat hebben jullie dan met het Koningshuis? Van alles. Het is gewoon het aanspreekpunt van Nederland, vind ik. En het is gewoon het gezicht van Nederland. En ja, vandaag de hoedjes die we kunnen zien. En op een gegeven moment, later gaan we de begroting terugkijken. Want op een gegeven moment, dat het koffietje natuurlijk allemaal gebracht heeft. Maar voor nu gewoon de hele optocht, de hele sfeer en leuke mensen ontmoeten. Het is hartstikke gezellig. Jullie zijn hier ook met een bepaalde reden? Een goede vriend van mij, die ging hier altijd naartoe. En die is heel laat overleden. En we dragen het Koninklijk Huis op een warm hart toe. We geloven niet altijd in de verhalen van Rutte 3. We moeten maar kijken wat daar weer van komt. Maar de monarchie vinden we een mooi iets. Dus we willen een keer graag live erbij zijn. En, het gaat bijna gebeuren. Ja, leuk. Ja. Goed zwaaien. Ja. Hopen dat ze jullie zien? Ja. Nou, dat weten we niet, maar we zien hun wel even. Het is een beetje op tv later beter te zien, maar de sfeer is erg leuk. Echt voor de herhaling vatbaar. Nu al? Ja. Fijne dag. Ja, zal lukken. Bedankt, Esther. Thank you.